Probeer geen andere woorden tussen die kralen uit te purren, eerwaarde. Er is maar één ding dat u nu nog kunt zeggen. Is die mooie, door Gods woord beschermde waarheid dan wel? Valse getuigenissen, noemt u dat de waarheid? Noemt u blinde hetzes tegen vreemdelingen de waarheid? Valse aantijgingen, gedaan door schoften die er zelf alleen maar beter van willen worden. Eerwaarde, denkt u dat u uw eigen God niet zal verloochenen als zometeen uw eigen vlees begint te schroeien? Meer wijn. Als wij nu niet snel ingrijpen, roept het volk dadelijk nog om onze koppen. De Maleer schrijft ons precies voor hoe we een heks moeten herkennen, arresteren, veroordelen en ter dood moeten brengen. Juist. Maar heren, wij moeten voorkomen dat we ons laten ophitsen. Mes moet erin, geen zachte heelmeesterspier. Dat heeft geen enkele zin. We snijden eruit die stinkende sfeer. We branden dat heksengezwel weg. Als rentmeester komt jou dat heel goed uit. Een dode heks levert jouw geld. Dat ik rentmeester ben, heeft hier niks mee van doen. Ik doe dit puur voor de stad. Niet voor de bom. Het volk is geladen. Weer twijfel aan het zaaien. U twijfelt toch niet aan de kunsten van de duivel? Ze wilde enkel wat roddelpraat de kop indrukken, heer en meester. Ik twijfel niet aan de kunde van heksenjager Lejeune. Dus u twijfelt niet aan de deskundigheid van het bestuur van deze stad. Eén zwaluw maakt nog geen lente. Heer rentmeester, gegroet. Ja? Pittig vrouwtje, die vriendin van jou. Ach, dat valt wel mee, heer rentmeester. Ja. Ze is gewoon eerlijk. Dan hoop ik voor haar dat die eerlijkheid haar niet gaat opbreken. Ga dan alsjeblieft mee in mijn ander plan. Dan laat ik Treintje arresteren. Wat? Het is voor de vormen. Ik ken die beul. Mijn moeder! Naam? Gonda van Ratingen. Tralies valt het licht van mijn laatste maan en nieuwe dag. Waarop ik sterf door de waanzin die mijn land heeft uitgeteerd. Dat ik een hoer ben van de duivel, dat is toch wat men hier van mij zegt. Maar ik wil alleen maar dansen op de velden van mijn zwart verschroeid zijn door de adem van de dood. Dat je het kind bent van een duivel die zichzelf verloochend heeft, laf zijn eigen vlees en bloed. Hopen. Ik zal al.
Heden, de 12e juli van het jaar 1614, zullen alle Gonda van Ratingen en haar dochter Treintje van Ratingen op beschuldiging van hekserij en tovenarij ter dood worden gebracht. Breng de verdachte naar boven.